Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van The Hunger Games of The Blade Survivor Games. Zoals jullie hier zien, zat ik al in een game en kon ik iemand gaan bedanken. Ik zat in de map Pandora en mogen jullie raden waar ik ben gespawnd? Inderdaad, in een boom. En ik had zoiets van, ja, ik kan nu wel de moeite gaan doen om een moeilijke spawn toen er alsnog te gaan spelen. Ik had zoiets van, weet je, fuck it, ik leave gewoon en ik join wel even een andere map. Maar het is gewoon niet fijn om in de boom te spannen. Dat gebeurt eens in de zoveel tijd natuurlijk dat je daar zit, maar dat is gewoon niet chill. In ieder geval mensen, bedankt voor alle reacties en like die achtergelaten op de vorige video. Wil je nou weten of ik op jou heb gereageerd? Check dan even de vorige video, dan kom je er heel erg snel achter. En als je toch bezig bent, klik dan vast op deze video een like aan. Bijvoorbeeld dank. En dan ga ik natuurlijk kijken of ik nou ook weer kan ownen in de Hunger Games. Net als wat er gisteren dus gebeurde met die twee potjes. Ik ben benieuwd. Of nee, het is gisteren al drie potjes volgens mij. Oh, ik weet het niet meer. Oh, Duffy, ernstig. Je kent je eigen video's niet eens. We gaan vandaag voor de Blaze Kit. Zo, hoppatee, town klaar. Oké, let's freaking go. Ik ga jou killen. Jou, nee, ik weet niet wie ik ga killen. Ik zie het allemaal wel. Kom op. Ik vind het altijd zo jammer dat dit dan nog 15 seconden duurt. Op zich logisch als je iets moet typen of wat dan ook. Maar als je niks te doen hebt, is 15 seconden echt lang. Oké, dan gaan we dan. Oh, kijk aan. Oeh, deze mas dat hij net de andere kant op ging. Want anders had ik hem getrapt. Oeh, dat is echt mazzel mee. Oh, wacht, weet je, trek wel dus even gear aan. Ik weet dat ik verkeerde helm aangedaan, mensen. Ik weet het, maar goed, weet je. Doe je eraan? Niks, inderdaad. Bang, ik heb hem wel gekild. Nu ga jij er ook aan. Maar dat had hij waarschijnlijk al wel door. Nou ja, dat zijn alweer de eerste twee kills binnen. En een wapentje en wat gear. Heerlijk. Waarom kom ik niet omhoog? Wat? Ik serieus mensen, ik had heel de tijd spatie ingedrukt en ik zwom gewoon niet naar boven. Wow, jij hebt een stone sword, ik wil een stone sword. Nee! Shit, oké, dit moeten we slim aanpakken. En dat kunnen we dus maar op één manier doen, dus als hier naartoe te gaan. Go Duffy. Dit is gewoon veel sterker dan mij, het doet gewoon niks. Wat? Oké, deze vat ik even niet. Deze is drie keer zo sterk als mij en die is zo van... Oh, weet je wat? Ik ga gewoon lekker helemaal niks doen. Dat vind ik natuurlijk niet erg, begrijp me niet verkeerd, maar... Beetje dom natuurlijk. Ik zie ook dat er mensen aankomen, mensen, no worries. I see them. Oh, we moesten eerst even rustig keren. Oh, hier is ook nog een kist. Oh, jezus. Wat een gear. Onfreaking gelooflijk. Oh. Bottle of Enchanting. Dat betekent dat ik nu, als het goed is, één level heb. Kijk aan. Oké, kijk even of ik zeker dat ik wel een broek aan had, want anders kijk ik daar weer Rizzo van. Duffy had een broek, maar je hebt hem niet aangedaan. Hoppatee. Oh, damn it. Oké. Er leven nog 6 mensen. Ik heb 3 kills, dus wat dat betreft, we gaan lekker. Ik spawn lekker mijn blazers in, just for my own security. En dan gaan we proberen te enchanten, lijkt me wel maar. Ja, we hebben toch een level en we hebben toch een stone sword, dus why freaking not? We hebben heerlijke gear, dus dit zijn echt zo van die potjes wat gewoon... Op zich fijne zijn, of op zich, dit zijn gewoon heerlijke potjes, maar ik wil natuurlijk niet hard van stapel lopen, want jullie weten wat Minecraft dan met mij doet, en heeft Minecraft zoiets van, nou Duffy, jij denkt dat jij goed bent ofzo, of jij denkt dat je niet, oh shit, onkillbaar bent, en dan... Yes! Oké, dan, nog een kill, heerlijk, oké, moet je even opletten waar iemand zo meteen vandaan komt, vanaf deze hoek, oké. Ik heb zijn iron body, heb ik hier al, mooi zo. Voor de rest ligt hier niet echt iets heel bijzonders. Maar wij gaan... Wacht eens eventjes. Misschien dat ik beter een gold body... Oh, ik zie daar iemand op boven de berg, mensen. No worries. Ik heb hem gezien. Misschien dat ik beter... Ik zit even gewoon te denken nu. Als ik nou op een gold body protection kan halen... Is het natuurlijk beter dan een iron body met blast protection. Laten we even eerlijk zijn. Dus... Een breaking projectile protection. Dat is niet wat ik bedoelde. Doen we deze broek even uit. Want deze broek is natuurlijk beter dan een gold broek. En hierop, wat heeft protection hierop? Oké, awesome. Dan hou ik nu gewoon mijn iron body aan. Want ik heb er dus geen protection op gekregen. Dus zie ik ook geen enkele reden om een gold body nu op dit moment aan te trekken. Want unbreaking en projectile, volgens mij zit dat erop. Nou ja, daarvoor draai ik mijn hand niet om. Om het zomaar eventjes te noemen. Terwijl hier boven iemand zit. Ik moet ook nog een town kill maken, ik weet het mensen. Maar op dit moment is het gewoon even lastig om dat ook nog te doen. Want het is natuurlijk focussen op de game, op het praten. Op de personen, om de kills en dan ook nog een keer count. Oh my god, ik moet bijna een meisje zijn. Die kunnen alleen maar multitasken. Oké, hij zit hier boven op de berg. Daar boven op de berg. Daar loopt iemand. Die gaat naar beneden en ik weet niet waarom.
Oké, dit heeft me heel veel HP verloren. Dus dat was niet zo heel slim. Maar goed, ik heb wel weer een level, dus we gaan lekker terug naar het midden toe. Kijken of we nog iets kunnen enchanten, wat we nog moeten enchanten. Voor mij moeten we namelijk nog schoentjes enchanten. Misschien heb ik nog een... Nee, voor mij heb ik niet nog een body. Nou, we zullen wel zien wat we allemaal nog hebben. Maar even kijken of we nog iets kunnen enchanten, aangezien ik toch één level heb. Heb ik nog iets van een body? Nee. Dan worden dit gewoon schoenen wat we nu gaan enchanten. Oké. Okay. Doe maar even wat goeds. Een breaking en blaasprotection. Het is niet wat ik wil, maar weet je, het ziet er wel beter uit als je enchanted schoenen hebt. Bij mensen vaak zoiets van, oh shit, heeft ook volledig enchanted gear. Ik moet een beetje voor hem oppassen. Hij heeft ook nog een enchanted wapentje. Dus het straalt ook altijd een beetje ja, gevaar uit, vind ik. We zien hoe het gaat natuurlijk. Of mensen ook denken van, oh my god, dat is gevaarlijk. Waar schiet mijn blaze op? Heb ik iets niet gezien wat mijn blaze wel ziet? Daarboven zit iemand mij. Aha, boven mij zit iemand. Oké. Okay. Kom eens even tevoorschijn, meneer. Of mevrouw. Nee, damn it, dat was niet slim. Nou goed, die komen we in ieder geval niet meer tegen. We moeten gewoon in de deathmatch komen dat tegen. Hallo. Hallo. Oké, okay, een diamond helm. Ja. Waar waren mijn blazers? Terwijl ik me verslik in mijn drinken. Bam, hoppatee, GG. En een karma kill. En lekkere triple coins in het potje trouwens. Dus dat moet een heerlijk veel coins zijn. Ja, hier 800 coins. 804 om precies te zijn. Wat een fantastisch potje. Ben je aan het recorden? Nee. Oh, ik kan er niet meer typen. Goed, de eerste win voor vandaag is alweer binnen, mensen. Dit is... Wauw, dit gaat heerlijk. Docs V1 zit al mensen in, dus gaan we lekker nu hierin kijken of wij onze luck kunnen verbreden. Ik moet zeggen, het vorige potje, alles was is een potje waarin alles klopt, weet je wel. Je maakt in het begin gewoon een aantal kills. Door die kills krijg je al meteen een broek, je krijgt meteen een lekker wapentje, je krijgt eten, je vindt nog meer kisten, je krijgt je loot en vervolgens gaat eigenlijk alles precies hoe je wil. Je krijgt steeds betere loot, je krijgt levels, je kan enchanten, je krijgt je gear en ja... Dat is gewoon echt heerlijk. Hoewel de damage was nog een beetje lastig als ze 2 tegen 1 hadden gedaan. Dus dat die kerel zonder gear had geholpen, hadden ze mij down kunnen krijgen. Want diegene met die pickaxe en die diamond helm was redelijk goed, moet ik toegeven. Die was pittig goed. Maar het is goed gekomen. Heb ik eigenlijk die kerel al bedankt die hier staat. Thanks XXDR Manhattan. Ik weet niet of ik hem had bedankt. Nee, nog, ik had nog niet eens bedankt. Nou ja, free karma punten. Hoppatee. En dan gaan we eens kijken of wij hier een win kunnen halen. Zou natuurlijk chill zijn. Ik had al een kit geselecteerd, maar ik kies lekker Creepy Kit. Hoe is Duffy? I don't know. Ik weet niet wie Duffy is. Oké, daar gaan we dan. Go Duffy. Holy shit, what the freaking hell. Hou op mij te mappen. Snel, voor de... Wacht, heb ik nou... Oh, ik heb Creepy Kit gekozen. Dom. Nee, dit is dom, Duffy. Dit is dom. Want in deze... Hier heb je natuurlijk de boot met de body. En dan heb ik zoiets doms gekozen. Dit is echt om te schamen. Boom. Goed, we hebben wel een kill binnen. Hoppatee. En dat betekent helm en schoenen. Nice. Volgens mij is nog helemaal niemand naar de boot gegaan. Als dat zo is, dan is dat best wel zonde. Of zonde, vind ik natuurlijk helemaal niet erg. Maar best wel zonde dat mensen het gewoon niet hebben gedaan. Maar goed. Ik heb dus ook een nieuwe manier gevonden om deze boot te looten. Waarschijnlijk kenden jullie hem al. Dat is via buiten als het goed is. Dan kan je gewoon hier staan. Hop, hop, hop. En daardoor hoef je dus niet naar binnen. En dan ben je dus al een stuk sneller dan de gewone mensen vaak die hier naartoe gaan. Ook nog een keer een stone sword. Dankjewel Minecraft. Oké, okay. Wij gaan nu terug het land op. Want ik heb hier verder helemaal niks te zoeken. En eigenlijk heb ik ook niks in deze body. Ik weet het. Maar goed, weet je. Je moet ook zo bekijken. Andere mensen kunnen nu niet deze body halen. Hè? En die heb ik dus bij me in mijn inf. Dus dat is ook alweer iets zoiets. Dat is natuurlijk ook wel fijn eraan. Dus ik ben benieuwd wat mensen daarvan vinden. Waarschijnlijk niks, want ze boeit ze waarschijnlijk niet. Anders was hier al wel iemand heen gerend. Maar ik spawn even één creeper in, just voor de zekerheid. Dat is altijd handig, weet je. Die loopt altijd een beetje naar mensen toe en al dat soort shit. Spring maar naar beneden, jongen. Ga je doen? Ga je jumpen of niet? Tot nu toe nog niet. Oké. Okay. Oh shit, ik ga dood. Oh, damn it. Ik had te veel HP verloren en daardoor ging ik uiteindelijk ook nog dood ook. Helaas, nou ja, dan gaan we lekker naar de lobby toe en dan gaan we nog een potje spelen, lijkt me dan maar. Damn it. We hadden echt lekkere gear. De gear was goed, het wapentje was goed, alleen we hadden te veel HP verloren toen we er naar boven gingen.
Ja, dan komt er nog iemand aan en dan heb je natuurlijk heel gewoon vrij spel. Maar goed, dat zie je natuurlijk heel vaak in Hunger. Heb ik natuurlijk heel vaak hoor, dat mensen het hebben gevochten dat ik er dan bij kom om te bemoeien. En dan boem, pak je een kill en dat, ja. Hou op! Hou op met je masker. Met die irritante hekjes te openen. Nee, niemand doet dit meer. Deze hekjes blijven gewoon met je poten vanaf nou. Jongen. Het is zo irritant als mensen die hekjes zitten. Zo. Oh, wacht, nu doe ik het zelf ook. Maar dit is verslavend. Nee, grapje, dat is super irritant. Neem je op, Duffy. Wat zal ik zeggen? Wat is opnemen? Beetje trollen toch? Facepalm. Nou, als ik zeg dat ik namelijk altijd, als ik zeg maar de hungers aan het doen ben. En ik zeg in-game dat ik aan het opnemen ben. Ja, dat is natuurlijk van, oh, ik ga me er focussen of weet je wat, dat soort dingen. Dus daarom, ik zeg meestal niet als ik aan het opnemen ben. Hoewel dat natuurlijk dan best wel opvallend is natuurlijk als jullie mij nu smiddags een keer tegenkomen in de Hunger Games. Maar ja, sowieso is het logisch als jullie mij smiddags tegenkomen in de Hunger Games dat ik aan het opnemen ben. Of 9 van de 10 keer dan. Kijk, af en toe heb ik natuurlijk de dag van tevoren al wel eens een keer in Hunger Games opgenomen. Daar lieg ik ook absoluut niet over dat gebeurt ook. Want soms heb je een dag geen tijd. Maar als je mij meestal smiddags hier tegenkomt en er is niks aangekondigd van we gaan gewoon een fun game spelen. Dan ben ik gewoon lekker aan het opnemen. Zo simpel is het gewoon. Nu denkt iedereen in één keer, oh my god. Waar zit hier geen kist in? Wat is dit voor joke? What the freaking hell? Waarom ben ik hier überhaupt heen gegaan? Oh my god. Ik heb niet eens een wapen op het moment. Fuck sake. Oh my god, moeten we de haven maar gaan looten? Give me the loot. Give me the loot. Give me the freaking loot. Oh. Ja, nou, dit is, ja, het is niet slecht of zo, maar ik had op wat anders gehoopt. Op een wapen. Op twee. Kijk, we hebben een wapentje hoor. We hebben ons wapentje hoor. Goh, een houten bijl. Ja, we hebben niet echt wat aan, maar we nemen het gewoon mee voor de fun. En ik meen me te herinneren dat hier dan nog meer huisjes zijn met loot, maar ik kan ze even niet vinden, joh. Of is dit het? Ah, hier is het. Ik wou net zeggen. Wauw. Wauw. Hoeveel... Zo, hoeveel bodies willen jullie me geven, man? Wauw. Waar is mijn... Waar is een freaking wapen dan? Kom op, man. Oh my god. Hoe moet ik hier überhaupt een kill mee gaan maken? Hier wil iemand een spelo kit. Nou, dat is gewoon echt... Bijna onmogelijk nu om hier een kill te gaan maken. Ja, ik had TNT neerzetten, oké, okay, maar... Blast protection, mate. Go, Duffy, go, Duffy, go, Duffy. Het kan nog, het kan nog, het kan nog. Oeh. Oké, hier mag ik heel blij mee zijn dat ik hier een kill heb kunnen maken, want... Dat heren, ik heb eindelijk nu een wapentje, maar dit was wel echt heel rampzalig tot nu toe, dit potje. Damn it. Oké. Okay. We zijn nog in leven, we hebben nu een wapentje, eindelijk, maar het is niet de game hoe ik het had gehoopt dat het was. Ik bedoel, we hadden een lekkere start op zich, we kwamen eindelijk een keer goed weg, we hadden vanaf het begin al gold leggings, maar dan de rest, ik... Hoeveel kisten heb ik geopend, mensen? Even, dan gaan we gewoon even gewoon reëel zijn. Ik heb volgens mij 7 of 8 kisten geopend, ik heb ze natuurlijk niet geteld, maar dat denk ik ongeveer. En in die 7 of 8 kisten vind ik, wat is het, 3 of 4 bodies, voor mij 3 uit mijn hoofd, of nou, 1, 2, 3, ja 3 bodies. En gewoon geen wapen. Niet eens een stone axe of een wooden sword of wat dan ook. Nee hoor, gewoon alleen maar wooden axes waar je zoiets mee even hebt van... Ja, leuk dat je het hebt, maar het doet eigenlijk doet het amper damage. Gelukkig had deze kerel dan bijna geen gear aan dat ik hem kon killen, maar... Dit is echt rampzalig. Terwijl wij hier gewoon naar boven willen gaan, want jullie zien natuurlijk al wat er gaat gebeuren. Ik heb natuurlijk 2 levels. En ik heb unenchanted spulletjes, dus die moeten we gaan enchanten. Of nou, moet, wil. Ik wil dat soort shit altijd enchanten. Maar de protection kan toch een gamebreaker zijn. Oh, daar zit daar iemand vast. Oké. Okay. Voorzichtig, Duffy. Mooi zo. Er zit hier gewoon iemand. Nee! 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 Yes! Oh my god, yes! Oh my god, yes! Deze kerel was zo moeilijk. Fire protection zit erop, oké. Okay. We gaan even snel door al deze items heen. Oké, ligt verder niks boeiends. Mooi zo. Oké. Okay. Er staat daar iemand. Ik heb hem gezien, mensen. No worries, ik zie hem. Hij staat daar gewoon buiten. Um.
Oké dan. Wij nu genoeg gewoon kaart wegrennen, want ik heb natuurlijk geen zin om nog meer HP te verliezen. We gaan gewoon sowieso de rare match in. En dat is gewoon iets wat we... Oh, wat we natuurlijk willen. Ik vraag me toch af waarom deze kerel op mij gaat en niet gewoon iemand die daar beneden zit, weet je. Er zit gewoon iemand daar beneden die gewoon gratis kan killen. En dan ga je op mij. Nou ja, weet je. We zullen zien hoe het gaat. Hij komt achter me aan. Oké, we zijn nog in leven, daar gaat het natuurlijk om. En we hebben een klein beetje kunnen enchanten. Ja, een diamond helm is natuurlijk wel beter qua armor, maar er zit geen protection op. Dus dat is wel minder, maar ja, we zullen zien hoe het gaat. Go if you go... What the freaking hell, joh. Oké, dat is één down. Bam! En dat is twee down. Yes! Vandaag gewoon weer twee wins, mensen. Heerlijk, GG. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van die Hunger Games of Blitz Survival Games. Vond je dit leuk? Vergeet alsjeblieft om een like aan te klikken. Vergeet niet op abonneren te klikken. Het laatste potje hebben we toch redelijk geowned, aangezien ik niet echt super fijne gear had, maar het is toch gelukt. Nogmaals, mensen, bedankt en ik zie jullie morgen weer. Later.